We hebben echt de beste tip ever gehad. Weet je wat ik dus de afgelopen dagen echt heel goed gerealiseerd heb? Iets heel belangrijks dat je je gevoel kan uiten. En dat is denk ik ook iets wat je in mijn vlogs altijd terug zal zien. Goedemorgen! Het is vandaag 4 januari. En ik heb een week vakantie gehad. En jullie hebben daar eigenlijk weinig van gemerkt. Behalve dat ik nu van kerst ineens bam naar 2020 gaan. Allereerst iedereen heel erg gelukkig nieuwjaar. Ik heb het een klein beetje in de nieuwjaarsterk gezegd. Maar als je die niet gezien hebt, dan wens ik jullie echt nog het allerbeste. Vanwege het dagelijks vloggen liep ik dus ineens zo voor. Dat ik dacht, nou, ik vind het verschil zeg maar te groot. Want ik vind het altijd wel leuk als de vlogs niet heel oud zijn. Dat je niet in een, ja, nu zat je naar kerst te kijken terwijl oud en nieuw al geweest is. En dat vind ik dan gewoon jammer. En Godriek was ook 5 dagen vrij. Dus dat was echt de ideale manier om even lekker samen. Helemaal lekker. Ik kreeg echt ook lekker verkoudheid erbovenop. Nou, die heb ik ook lekker gewoon eruit kunnen niezen, snuiten. En het was heel erg fijn. Ik voel me echt weer een beetje herboren. Ik ga even snel me aankleden. Want vandaag heb ik dan best wel weer een planning voor mezelf. We hebben echt de beste tip ever gehad. Dit is de Jumbo Cookie Choco Pasta. Deze hebben we maandag gekocht. Het is vandaag zaterdag. En dit is hoe die eruit ziet. Eerlijk, Godriek ging gewoon echt met een lepel erin aan het oplepelen. Ja, ik dan weer niet. Maar met rijstwafels is dit is de shit. Beste tip, dankjewel. Dit is echt, dit is de shit. Dus ik moet vandaag ook in ieder geval een nieuwe kopen. Weet je wat ik dus de afgelopen dagen echt heel goed gerealiseerd heb? We leven heel erg in een wereld waar iedereen roept alleen maar positiviteit, good vibes, geen negativiteit. Ik wil geen negatieve mensen om me heen. En het is prachtig. Ik bedoel, het is een super, super mooi idee als het zo zou zijn, als het leven zo kon zijn. Maar hoe lekker is het om af en toe gewoon even helemaal je ogen uit je kop te janken. En hoe gezond ook. Want ja, tuurlijk zou je het liefst geen verdriet, geen pijn, geen negativiteit meer hebben. Maar dat is toch ook gewoon echt niet reëel. En ik vind huilen ook zo geen teken van zwakte. Hoe sterk ben je als je gewoon in al die tijd elke keer weer tegen de grond aangeramd wordt. Dat je denkt, ik doe zo hard mijn best, maar dat je het gewoon even niet weet. En dat je daarna gewoon weer opstaat en weer doorgaat. Tuurlijk. Mensen die altijd negatief zijn en die slechte invloed hebben, die bestaan. En die moet je inderdaad proberen uit je leven te weren. Of, wat ik dan het liefst zou willen, het zouden willen laten inzien hoe mooi het leven kan zijn als je niet bij de pakken neer gaat zitten. Maar ik realiseerde me echt helemaal naar die mental breakdown, zo noem ik het dan even, die ik had, waarin ik echt dacht van, my goodness. Het is te veel, te veel. En mijn hoofd was zo'n chaos. En nadat ik gewoon alles eruit had gejankt, was ik gewoon zo opgelucht, leeg. En gedachten in mijn hoofd die al heel lang vast zaten, die waren ook gewoon ineens lekker weg. Ik had gewoon weer ruimte om helder na te denken. En als jij denkt dat jij baat hebt bij met iemand praten en je gevoelens uiten, want ik ben echt een gevoelsmens en af en toe moet ik dat gewoon allemaal uitgooien. En ondanks dat ik al jaren weet dat opkroppen absoluut niet gezond is, gebeurt dat bij mij toch wel. Weet je, ik word er steeds beter in. Kom je in. En ik kan ook steeds beter gevoelens uiten. Maar soms is het gewoon heel veel. En dan is het gewoon heel fijn om alles eruit te gooien. En je moet je manier daarin vinden. Maar je kan niet tegen jezelf blijven zeggen, besteed geen aandacht aan de negativiteit. Besteed geen aandacht aan de slechte dingen in je leven. Jawel, pak ze met dat beide handen aan en doe er wat aan. Ga ervoor. En ik vind het echt iets heel belangrijks dat je je gevoel kan uiten. En dat is denk ik ook iets wat je in mijn vlogs altijd terug zal zien. Weet je, je zult altijd mijn gevoelens zien. Je zult altijd mijn tranen zien. Altijd de oprechtheid. Maar weet je hoe goed het voelt als je even alles eruit gejankt hebt. En je kan voor jezelf ook voor je gevoel weer even opnieuw beginnen. Dat is echt, en ik vind het echt geen teken van zwakte. Alsjeblieft, weet je, ik heb ook bij Godriek echt heel erg zitten janken. Alles eruit gegooid. En daarna voelt het zoveel beter. En tuurlijk is het zo dat er veel meer positieve reacties zijn dan negatieve reacties. En na die vlog ben ik zo overweldigd met lieve mensen.
En dat deed me zo goed. Maar dat betekent niet dat ik me moet gedragen alsof negativiteit er niet is. Want dat is er wel. En laat ook nooit iemand jou vertellen wat je wel of niet aan kan. Want dat is ook... Ik bedoel, jij bepaalt hoe ver je gaat. Jij bepaalt hoe sterk je bent. En als jij na 20 keer op de grond huilend, jankend, stampvoetend opstaat en weer doorgaat, dan beslis jij dat. En ik vind echt zo mooi als je zo sterk in je schoenen staat. Dus laat nooit iemand zeggen dat jij ergens niet geschikt voor bent. Want jij bepaalt wie je bent, wat je bent. En als daar af en toe een keer iets bij hoort wat andere mensen niet zint, that's life. En als af en toe de negativiteit even te veel wordt en je moet het eruit janken, lekker doen. En daarna gewoon weer doorgaan, opstaan. Dat is ook de manier hoe ik het doe. En het is, ik zie het echt niet als zwakte. En laat alsjeblieft niemand je vertellen dat het zwakte is. Doe wat jij wil. Doe waarin jij gelooft. En strijd voor het mooiste doel haalbaar. En dat wilde ik echt nog even zeggen. Want ik heb zoveel lieve reacties gehad. En ik werd echt overladen door motivatie en energie. En jullie zijn echt fantastisch. En ja, ik zou dat echt never nooit niet opgeven. Hoe vaak ik ook nog hier jankend moet zitten omdat ik het even niet meer weet. Ik zal altijd weer opstaan en doorgaan. Vandaag gaan we afscheid nemen van mijn fantastische kerstboom. Ik heb heel veel vragen over gehad waarom ik niet uitgebreider heb laten zien hoe ik hem gemaakt heb. Dus ik beloof plechtig, er is hier een pluk die echt gewoon niet weet wat hij wil. Dat ik volgend jaar er video over zal maken. Ik zal uitgebreid een video maken hoe ik hem heb gemaakt. Op tijd ook, zodat je het zelf nog kan doen en niet al een boom hebt staan. Maar daar hoeven we het nu niet meer over te hebben, want dat wordt volgend jaar. Maar ik ga eerst eventjes boodschappen doen. Want het is zaterdag, dus het is ook alweer kattenbakdag. Bizar hoe snel deze week. Deze week is zo raar, omdat je oud en nieuw zeg maar midden in de week hebt. Maar voor je gevoel was oud en nieuw weekend of zo, weet je wel. Dus het gaat helemaal mis. Kijk dit nou. Oh, dat kan. Oh, en hier ook. Nou. Ik sta onder een boom hoor, dames en heren. Gatsie darri. Misschien moet ik autowassen ook toevoegen op mijn lijstje vandaag. Oh, weet je wat ik elke keer vergeet? Volgens mij had ik al verteld dat ik wil graag zo'n nee-nee sticker op de briefbus. Ik woon hier al 3 jaar. En elke keer denk ik, moet ik echt een keer regelen. Want ik word gek van, want ik lees helemaal niks. Ik lees geen folders, ik lees de lokale krant niet. Ben van een nieuwe generatie, doe alles via internet. Niet dat ik echt weet wat er leeft in Veenendaal, moet ik heel eerlijk zeggen. Laten we niet doen alsof het wel zo is. Maar in ieder geval, je kunt die dus blijkbaar ophalen bij de Jumbo. Alleen, ik vergeet het gewoon elke keer. En aangezien ik nu naar de Jumbo ga, is dit een soort herinnering aan mezelf dat ik een nee-nee sticker moet vragen. Waarom sta jij daar stil? Ik wil hier graag heen. Ga jij hier stil blijven staan? Ga ik om jou heen? Ja, ik geloof dat we dat gaan doen. Oh, het is ook echt een heel oud mannetje. Die is het even kwijt, denk ik. Ik heb dus ook nog in mijn vakantie... Het was wel echt een vakantie, want ik heb 2 video's opgenomen, moet ik eerlijk zeggen. Maar verder heb ik echt... Ik was ook wel blij dat ik precies dan gewoon... Ik was niet echt ziek, maar ik was echt heel verkouden. Dus ik heb ook lekker een paar dagen niet zoveel gegeten. Dus diëten doen we ook niet in het nieuwe jaar. Want hop, ik heb 3 dagen weinig gegeten. Ik ben alweer 2 kilo kwijt. Ik heb echt totaal geen goed voornemen als diëten. Behalve dat ik met Birdie heb afgesproken. Zo, ik ga van hak op de tak. Het is echt, jongen. Als ik lang niet gevlogd heb, dan ga ik wel van hak op de tak. Met Birdie heb ik afgesproken dat we alleen maar Red Bull drinken als we bij elkaar zijn. Maar moet ik zeggen, dat deed ik de laatste tijd ook eigenlijk al wel. Dus we hebben nog even goed afscheid genomen. Dinsdag was ze bij mij. Heb ik ook niet gevlogd. Lekker, gewoon met z'n tweetjes de hele dag. Alleen maar tv gekeken en Red Bull gedronken, patat gegeten. Afscheid nemen. We hebben er 4 op één dag. Nou, dat is volgens mij echt wel een dieptepunt in mijn leven. Maar daarna heb ik dus het nieuwe seizoen van You, dit wilde ik eigenlijk vertellen, gebingewatched. In 1 dag, 10 afleveringen, allemaal achter elkaar. En ik was weer gegrepen voor het leven. Ik vind het zo'n... Want ik ben echt een angsthaas. Ik kan helemaal niet zo goed tegen enge series. Maar deze is gewoon... Ik weet het niet. Ik kan het wel goed hebben. En ik heb er geen slapeloze nachten van. En ik vind het heel intrigerend. Ook wel een soort van... Te onrealistisch om waar te zijn. Terwijl als je er langer over na gaat denken, is dat misschien ook weer niet zo. Maar het einde was ook zo'n plot twist. En het zag ook niet aankomen.
ja, ik was echt helemaal onder de indruk ervan weer. Dus het is echt, als je hem nog niet gekeken hebt en je twijfelt, wat had ik wel. Iedereen had het er al een week over en ik was nog steeds niet begonnen. Toen dacht ik, nou, ik ga het nu ook gewoon doen. Je moet gewoon beginnen, gewoon gaan kijken, want het is echt freaking fantastisch. Ja hoor, ik ben het niet vergeten. Ik heb hem in mijn handen. We gaan met de zelfscanner. Wat wil ik eigenlijk eten? Dat is een goeie. Oh, het is zaterdag en het is natuurlijk helemaal leeg. Oei, oei, oei. Ik heb het gedaan. Nee, nee. Voor mij geen extra rotzooi meer. Ik heb gekocht salade. Mandarins. En een komkommer. Want ik ga vanavond... Het is een poes. Oh, het is een balletje gevonden. Vanavond lekker carpaccio eten. Daar had ik echt zin in. Die verslaving is weer een beetje terug. En dan heb ik voor nu een frikandelbroodje en croissantjes. Ik denk niet dat ik ze alle vier al opeten. Maar hij wil er vast vanavond ook nog wel als hij terug is van het werk. Dan rode uitjes. Ook voor op de carpaccio, maar ook gewoon handig om in huis te hebben. Want heel vaak, dat soort dingen ga ik nu dus ineens bij stilstaan. Koop ik dus al gesneden ui, terwijl het kost echt geen drol ui. En gesneden ui wel. Dat heeft vast al wel eens iemand me verteld. Hetzelfde geldt voor de Grana Padano. Maakt niet uit, de kaas. Het is een soort van parmezaan, maar dan toch weer niet ofzo. Als je het meer wil weten, vraag het aan mijn moeder. Maar dit hele stuk kost dus 200 gram, kost €3,20. Een zakje is 60 gram en kost €1,94. Dus het is gewoon een slimme aankoop. Deze zag ik. En die kocht mijn moeder vroeger altijd voor me. En daar had ik ineens zo'n zin in. Dan een pak pure hagelslag. Hagelslag. Want dat vind ik dus ook heel lekker op een rijsttafel. En de koekjespasta. Uiteraard. Milka. Een chocoladereepje. Nom. En dan als laatste, oh ja, de pasta. En that's it. Dus ik heb niet zoveel avondeten gekocht. Omdat ik een beetje, ik ga met mijn moeder naar het vakantiehuisje van mijn opa en oma deze week. Dus ik weet niet precies wanneer ik thuis ga eten. Ja, nee. En dus ik vond het een beetje lastig om me daar al voor te bereiden. Ik dacht, ik heb nu gewoon een carpacciootje voor vanavond. Ik kan nog een keer pasta maken. Ik heb nog een keer aardappels groenten vlees. Dus ik heb voor 3 keer nog wel genoeg. Dus waarom zou ik nu meer gaan kopen? Dat was een beetje het idee. Oh, ze zitten me te spammen. Ik ben dus weer 2 nagels verloren. Terwijl ik echt denk, ik heb echt gewoon de afgelopen dagen niet eens iets met mijn nagels aangeraakt. Maar wat je wel heel duidelijk nu ziet, is waar ik dus al bang voor was. Dat die acryl die ik had, echt mijn nagels aan het opvreten waren. Want ik voelde het branden. Je kan dus precies hier die lijn zien waar dat acryl heeft gezeten. Dus de conclusie is, ik ben heel blij dat ik daar weer weg ben gegaan. Maar de conclusie is helaas ook dat de gelnagels die ermee zet, helaas gewoon niet geschikt zijn voor mijn nagels. En ik baal daarvan, want ik wil het gewoon het liefst bij mijn vriendinnetje doen. Maar deze zit ook los, die 2 ook. Dus ze zitten er gewoon, eigenlijk de enige die echt nog goed vast zit, is de duim. En de rest laat allemaal gewoon in de randjes dan. Hier kun je het ook goed zien. Laten ze los en dan ja, vallen ze vanzelf een keer af. Dus ik moet toch weer op zoek naar een andere nagelstyliste. En dat vind ik lastig, want dat weet ik gewoon niet zo goed. En wat ik ook gedaan heb, en dit is echt mijn laatste poging, want deze is weer helemaal KUT. Het is echt... Dus ik heb er een ringetje in gedaan, hetzelfde ringetje als dat aan deze kant zit. En dat was voor deze echt een oplossing. Die is pas gaan genezen toen ik er een ringetje in deed. Dus dat heb ik nu ook gedaan. Er zitten echt nog korstjes achter, zoals je wel kan zien nu. Dat geef ik even 2 weken. Als hij dan nog niet beter is, ik heb hem nu 1 jaar precies. Want ik kreeg echt in december ergens de herinnering op Snapchat. Dan ga ik hem eruit halen. Dan ben ik er helemaal klaar mee. En ik zou echt het liefst er nog eentje willen, zeg maar. Ik weet even niet, die heet Crunch of zo. Hier midden in je oor. Maar ik durf het gewoon niet meer. Volgens mij ben ik er gewoon echt niet geschikt voor. Want ze gaan altijd zo... Deze heeft 1,5 jaar geduurd voordat hij gezond was. Dus ergens denk ik hier ook van... Sophie, je weet, het duurt lang, maar het gebeurt wel. Maar het is het gewoon voor mij niet meer waard. Ik heb echt allemaal zwarte vegen onder mijn ogen. Charming.
gebeurt hier iets raars. Ik heb dit echt nog nooit gezien. Waarom klim jij in de kapstok? Wat? En hoe dan? Je haalt je omhoog aan de jas of zo. Waarom dan? Waarom dan, gekkie? Wat ben je aan het doen dan? Kijk nou, hoe gek. Ik heb die lamp hier naartoe verplaatst omdat het daar gewoon echt te leeg was. Maar het is zo gek. Ik moet alleen de ster er nu nog afhalen. Ik ga het echt zo missen. Ik heb de afgelopen weken dus ook geen kaarsen gehad. Omdat ik geen... Ik had niks en ik had even geen behoefte om er geld aan uit te geven. Maar zonder die boom moeten we echt weer kaarsjes hebben, hè? Klein mormeltje. Kijk ondertussen een nieuwe aflevering van Flash. Maar ik ben het een beetje kwijt, geloof ik. Hoe heb ik jou ook weer vastgemaakt? Ik denk dat ik een schaar bij moet hebben. Oh my god. Ik zie net een video van Marcia van Beauty Gloss als ze zwanger is. En ik zit hier gewoon bijna te janken. Oh, zij is echt de allereerste die ik ging volgen. Echt de allereerste. En ik volg haar echt al... Ik meer dan 10 jaar. Ik weet gewoon niet precies hoe lang. Echt gewoon vanaf haar beauty video's al. En toen ze met Vlogglos begon, ben ik gelijk geabonneerd. En ik heb echt zo uitgekeken naar het moment. En ook echt zo meegeleefd of zo. Want ik vond het zo mooi hoe ze hun eigen tempo hadden. En echt deden wat ze zelf wilden. En zich nooit, zeg maar, bang liet maken door wat mensen zeiden. Ik heb zoveel respect voor haar. Maar ook wel even, hoe bizar veel YouTubers zijn er nu zwanger? Ik kan er geloof ik echt 6 opnoemen. Sarah Rebecca. Ilona Quisthout. Niet een hele bekende, wel een hele leuke. Beauty Gloss. Manon Teelstra. Ga je nu stilvallen? Kom op, je zei 5. Ik weet er meer. Oh, Inge Marieke. Ook zwanger. Heeft het nog niet op YouTube gedeeld, maar wel op Instagram. Dus het is geen geheim, maar ik denk dat ze er geen video's over maakt. Maar ja, wel een YouTuber. Kom op, er zijn er meer. Ik weet het zeker. Er zijn er zoveel zwanger op dit moment. Echt, jongen. Ik weet... Oh ja, Tijger Elise, die is zwanger van 2 tweeling. Je hebt er nog eentje. Daar kwam ik toevallig op. Die heet Eva, volgens mij. Nou, misschien ook wel niet. Maar die volg ik eigenlijk niet. Maar die kwam omhoog omdat ze zwanger was. En toen dacht ik... My goodness. De hele wereld lijkt wel zwanger momenteel. We zijn echt... Ook in mijn eigen omgeving zijn er best wel veel mensen zwanger. Dus ik denk, even kijken hoor, 9 maanden geleden of eigenlijk 6 maanden geleden nu. Want de meeste zijn rond de 3-4 maanden. Wat was er toen? Juni? Zomer? Toch een goede zomer blijkbaar. Lisa van Kuik, die bedoelde ik. Dat is ook niet echt een hele grote, maar die vlogt dus ook over haar zwangerschap. Maar ik volg haar eigenlijk niet, dus ik kan er niet zoveel over zeggen. Maar er zijn echt... Bizar veel, überhaupt, want ik was nu dus gewoon aan het zoeken op zwanger. Nou, dan kwam er al zoveel uit. En dit is alleen nog maar van de afgelopen 3 maanden. Dus er zijn echt, voor mensen die deze video's leuk vinden, is er momenteel zoveel. Het is gewoon een overschot bijna. Ik stond even op om een trui aan te trekken, want ik kreeg een beetje fris. Toen liep ik terug, wilde ik gewoon weer op mijn vaste plekje verder gaan werken aan de video's. Gebeurde er dit. Ik zat echt letterlijk dus hier zo met laptop op schoot. Too bad for me. Ja. Nou, dan ga ik maar een hapje eten voor mezelf maken. 6:10. Maak ik die video straks wel af. Oh, dit is toch te cute. Dit is toch zo schattig. Echt, ik zat babyfoto's van Ginny terug te kijken. Ik kan het nog even in beeld zetten. Ik heb dus... Omdat ik in eerste instantie alleen Ginny zou nemen en niet ook Tijger. Het eerste bezoek alleen maar foto's van Ginny gemaakt. Maar in de vlogs kun je ze als puppy, wil ik zeggen. Als mini kitten natuurlijk ook terugzien. Want dat heb ik allemaal gevlogd. Maar het is zo schattig. Echt. Ik ga het voorjaar misschien wel gewoon stiekem een beetje het asiel in de gaten houden. Maar ja, je weet alleen niet hoe ze reageren. Dat vind ik toch wel een beetje eng. Het zou zo leuk zijn. Nog zo'n kleintje. Ik dacht dat ik die carpaccio snel naar binnen had gewerkt. Maar deze ging eigenlijk nog veel sneller. Ik zat gewoon echt op mijn laptopje de vlog te doen. Af en toe een stukje, af en toe een stukje. En ineens zit ik echt zo op die verpakking. Nou is het natuurlijk een carpaccio salade super lekker, maar niet heel vullend. Dus... Ja, dit is echt mijn favoriet.
echt, echt de Choco Swing. Alleen als ik hem ruik al. Ik had nog makkelijk nog zo'n reep opgekund. Hier is het nog steeds hetzelfde in principe. Er zit hier één kat. En daar een kat. Ik heb 2 video's voor volgende week klaarstaan. Super fijn. Het is geloof ik nu 9 uur of zo. Dus ik dacht, ja, 9:05. Ik ga gewoon even lekker een filmpje kijken. Je zou zeggen met een stukje chocola. Maar dat heb ik niet. Ik heb gewoon echt nog een beetje trek. Die carpaccio was geen goed idee. Wat heb ik verder op dan? Oh, ik heb natuurlijk nog wel croissant. Goed idee. Het is 10:50. Ik heb mijn bed gevonden. Deze camera is het precies hetzelfde als die ik had. En toch is die anders. Want als ik hier aan draai, dan zoomt die in. Als ik gewoon zeg maar aan de lens draai. En dat deed hij vroeger niet. Dus soms doe ik dat per ongeluk en dan denk ik echt, mijn hoofd is veel te dichtbij. Leuke informatie. Ik heb nog niks gehoord. Ik weet niet hoe laat ik kom. En ik ga er ook lekker niet op wachten. Ik ga gewoon lekker slapen. En morgen is het zondag. Ik ben het hele ritme kwijt wanneer hij nou moet werken. Ik denk dat hij zondag ook moet werken. Anders merk je het vanzelf als die 's ochtends nog ligt. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende video.